Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, winnaar van de Fletcher toptoernooi is Jong Vitesse. Voor me staat Richie. Richie, hoe lang speel je al bij Vitesse? Dit is nu mijn 7e seizoen. Dus ik ben hier al een tijdje, maar ik voel me gewoon goed. En ik ben ook blij dat we als team dit toernooi hebben mogen winnen. Dus ik denk dat we alles hebben gedaan om dit ook te winnen. Dus ik ben extra blij dat we het ook hebben gewonnen. Ja, wat vond je van het toernooi en het niveau? Het was gewoon een goed toernooi ook. Lekker in het begin van het seizoen, gewoon zo'n toernooi te spelen. Kan je gelijk ook kijken hoe je staat, waar je staat. En zeker ook goed voor de spelers gewoon om een minuut in de benen te hebben. En ja, het is gewoon lekker dat je ook nog gelijk kan winnen. Dus dat is extra mooi. Ja, je zegt net 7 jaar speel je bij Vitesse. Maar hoe oud ben je? Ik ben nu 18 jaar nog. 18, dus vanaf je 11e speel je daar al? 12e, ja 12e zeg maar. Van 11e, 12-jarige leeftijd speel ik bij Vitesse. Maar je doelstelling is om in het eerste te komen, neem ik aan? Ja, zeker. Gewoon om basisspeler te zijn in het eerste van Vitesse. Dat is natuurlijk mijn droom. En daar doe ik gewoon alles voor om dat ook uiteindelijk te bereiken. Hoe zie je die kansen? Die kans is aanwezig, maar het ligt allemaal ook aan mij. Ik moet gewoon ontwikkelen, moet gewoon laten zien elke dag op de trainingen en met de minuten die ik krijg. Of het in het eerste is of anders in het tweede team, dat ik gewoon klaar voor ben. En daar ben ik ook bereid alles te doen om mijn droom te behalen. Dus eigenlijk moet de trainer van het eerste moet gewoon even naar de samenvattingen kijken van Jong Vitesse. En dan zien ze dat jij speler van het toernooi bent geworden. Ja, dat is zeker wel leuk, maar ja, zonder het team had ik het ook niet bereikt. Dus ik moet ook natuurlijk mijn team bedanken en de staf en iedereen. De trainers, zonder hun had ik het ook niet bereikt. Dus we hebben gewoon een mooi toernooi gedraaid. Ja, en wat vond je van het niveau van de andere clubs? Het was zeker lekker ook om gewoon zo'n niveau te spelen. Het is altijd gewoon goed. Er worden ook andere dingen van gevraagd. Dus het was zeker wel een goed niveau, ja. Jullie hebben geloof ik alles gewonnen, 0 doelpunten tegen. Ja klopt. Dat is zeker een topprestatie ook voor onze keeper en ook voor ons team ook. En dat zegt ook al genoeg voor ons. Ja, en je wordt ook niet voor niks als speler van het toernooi. Dus je hoeft niet zo bescheiden te zijn, maar dat is niet voor niks. Nee, zeker. Dat is niet voor niks. En daar ben ik heel erg blij mee dat ik dat heb bereikt. Want natuurlijk wilden we gewoon onze doelstellingen wagen om kampioen te worden. En ook gewoon de beste speler uit ons team te halen. En gewoon 0 tegendoelen te hebben. Dus dat is allemaal gelukt. En dan ben ik, ik spreek namens het hele team. Daar zijn we gewoon heel erg trots op. Nogmaals gefeliciteerd met de winst van het toernooi. En als speler van het toernooi. En ik wens jou heel veel succes. En ik hoop je nog in de samenvatting te zien op Fox Sport in het eerste. Ja, is goed. Daar zal ik zeker voor zorgen. Dank je. Dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.